Yo gasten van Almost Normal, mijn naam is Barend en leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe video. Vandaag ben ik samen met Lucky. Wij gaan vandaag erachter komen welk eten bij het Japanse Food Light Festival het lekkerste is. Ik denk het Japanse. Ja. Dus wij gaan er nu heen. De rij schijnt dus mega lang te zijn. Wow, de rij is heel lang. Vind je niet leuk? Eten. Maar wacht, jij was toch die ene kleine van Abo? Nee, ik ben die grote van Abo. Niels is best wel lang. Of Spijk is gewoon extreem klein. Welke topper ben jij? Ik ben Marie. Hallo Marie, leuk dat jij er ook bent. Kom, we gaan eten halen nu, want we hebben 1 uur om de lekkerste Japanse eten te halen. Maar we moeten eerst het lichtjesfestival doen. Dat is niet aan het doen. Wauw, lampjes. In zicht. We gaan eten. Let's go! Wow! Oké, Luc, wat nemen we nou? Okonomiyaki. Een okonomiyaki. Dat klinkt wel lekker. We gaan voor de okonomiyaki. Als jij voor de okonomiyaki gaat, gelijk ook voor de okonomiyaki. Ja. Het ruikt wel lekker, ja. Oké, wij hebben nu ons eerste gerecht. Dat is de okonomiyaki. Het is een soort van ei-pannenkoek. Omelet. Oké, het eerste hapje. Nou, eerlijk, ik weet niet zo goed wat ik hiervan moet vinden op dit moment. Wow! Wat vind je ervan? Ik ben wel lekker hoor. Ik ben hem wel oké. Er zitten wel wat rare kruidensmaken bij ofzo. Dat ik niet helemaal lekker vind. Er zit zeewier weer overheen. Een beetje saus. Het is op zich wel oké. Ik eet alles eigenlijk wat een Japanner maakt. Dankjewel, Luc. Van 1 tot 10, wat vinden we van dit gerecht? Zeker wel af. 35. 7. Ik vind het een 5,5. Net voldoende. Ik ben niet helemaal overtuigd. We hebben het volgende gevonden. Het wordt fried chicken on the stick. Fried chicken on the stick. We gaan kijken hoe dit smaakt. Fried chicken is altijd goed. En on the stick lijkt me ook wel lekker. Het is een soort van saté. Maar dan zonder saté. Wil je mij eens gaan filmen? De gefrituurde kip. Het is zacht ofzo. Oh mijn god, waarom is het zo zacht? Ik wist het altijd zo gebeuren. Ja, of. Ja, jij vindt het lekker? Ja, ik vind het lekker. En jij vindt gefrituurde kip niet lekker? Nee. Deze jongen is ziek. We moeten denk ik gaan. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. And you're not really fine. You just can't get into it because they would. Biertje om te proeven. We gaan dus nu kijken hoe dat Japanse bier smaakt. Oké, het is lekker bier. Ik ben fan. Ja, goed. Marie heeft nu een kimono experience. Ik ga dus ook een kimono aandoen. Het is ook voor mannen, dus ik kan het ook doen. Wat zie je er prachtig uit, Marie. Dank je. En toen kreeg ik ook een kimono aan en dat was erg leuk. Ik had een beetje een oogje op die met die staartjes. Ze vertelde mij ook dat je hem niet rechts over links moet dragen, want dat betekent de dood. Verder mocht ik nog even rondlopen van haar in de kimono. Dus hier komt een modeshow van mij in een kimono. Thank you.
Nou, wat zie ik er toch sexy uit in een kimono, vind je niet? Als laatste gerecht gingen we, zoals je kan zien, de Naruto ramensoep proberen. En van al die lekkere dingen die je hier ziet, wat zou jij willen proberen? Laat dat weten in de reacties. En dit is de originele Naruto ramensoep met alle ingrediënten die ook in de Naruto soep zitten. Ik ben heel erg benieuwd, want ik heb dit heel lang heel graag gewild. En nu is het eindelijk zover. Naruto noedelsoep! En toen karaoke. Ik zal jullie oren verder besparen. Het einde is nabij. We gaan weer door de prachtige lichte tuin. Wat heb ik genoten, wat heb ik veel gegeten. Wat was jouw lekkerste gerecht, Luc? IJs. Wat was jouw lekkerste gerecht, Marie? Naruto. En jou? Naruto. En heel eerlijk gezegd was mijn favoriete gerecht ook zeker de Naruto ramen noedels. Die was zo goed. Ik hoop in ieder geval dat jij deze ook leuk vond. En kan je aanraden om hier ook een keertje heen te gaan. En waar moet ik de volgende keer heen? Laat het even weten. Dan staat er nog maar één ding op wat ik nu moet zeggen. En dat is zoals altijd, like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer. Later! Joe! Jiggle, jiggle, it folds. I like to see you wiggle, wiggle, for sure. And make me wanna dribble, dribble, you know.